Dagelijks gebeuren overal in Nederland verkeersongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd, en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Marieke, schiet je even op. Ja, komt van die chili con carne, denk ik. Ja, schiet nou maar op, ik wil nog even slapen. Ja. Je hoeft niet door te trekken. Zeker geen twee keer. Zonde van het water. Waarom ben je al zo vroeg op? Een ontbijtafspraak met Joost. Nou, dan wel heel serieus met het joch. Joost Sikking en Marieke Geus kennen elkaar bijna een half jaar. Ze wonen allebei nog bij hun ouders thuis in Den Dolder. Vlakbij Den Dolder ligt Lage Vuurse, omringd door de bossen. Voor een heleboel mensen uit de omgeving van Lage Vuurse is het een heerlijke plek om te gaan pannenkoeken eten na een flinke boswandeling. Zo ook voor Joost en Marieke. In deze aflevering van 12 steden, 13 ongelukken maken we ook kennis met Albert Veenstra. Voor het eerst sinds lange tijd is hij weer eens terug in Lage Vuurse. Voor een bijzondere gelegenheid. Joost! 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 Hey, ik voel me net Romeo, maar weet je hoe laat het is? Gisteren tot 3 uur achter de tap gestaan. Ik vind het wel heel romantisch van je. Joost, kom even naar beneden. Kom jij lekker hier? Ik moet je het vertellen. Wat is er met je? Ik ben zwanger. Wat? Zwanger? Ja. Zwanger? Ja, zwanger ja. Hoe kan dat nou? Hoe zou dat nou kunnen? Weet je het wel zeker? Hoe vaak hebben we het nou echt gedaan? Nou, vaak genoeg blijkbaar. Je zou toch opletten? Ja, geef mij maar de schuld. Nee, ik geef je niet de schuld. Jij geeft mij de schuld. Hoe weet je het dan? Nou, ik heb zo'n test gedaan. Zijn die dingen wel goed? Laat eens zien. Nou, nee. Ik heb hem doorgespoeld, want mijn moeder kwam eraan. Ook goedemorgen. Wat ga ik doen? Morgen. Heeft je moeder die test ook gezien? Nee, want ik trok hem door voordat ze binnenkwam. Maar dan 5 dagen over tijd. Hé, maar als je hem doorgespoeld hebt, heb je de uitslag dan wel gezien? Die wacht 6 dagen. Nee. Dat ding kleurde en toen trok ik hem door en toen kwam mijn moeder. 6 dagen. Zullen we dan niet eerst eens even naar een dokter gaan? Ja, maar niet naar onze dokter. Zo, Joost, fijn dat jullie al koffie hebben gezet. Pap, mogen we je auto even lenen? We willen gaan ontbijten in Hilversum. En ik mag zeker niet mee. Nou ja, het is goed. Maar om 1 uur heb ik hem nodig, dus dan moet je hem weer terugbrengen.
Veenstra. Hey, Bauerboy met papa. Ik heb een vraagje voor je. Heb jij misschien een stropdas voor mij? Voor bij een blauw pak, een beetje modern. Genoeg. Waar is het voor? Voor een receptie. Mijn ouders vermoorden me als ze dit horen. Ze horen het niet. Wij vertellen het niet en zo'n arts die mag het niet vertellen. Ik ben ook echt een beetje misselijk. Ik kan ook van het autorijden komen. De. Je hebt je licht niet aan. Je kan altijd beter lichten voeren. Jij koudt ook alleen maar na wat die rijinstructeurs je influisteren. Maar jij eerst je rijbewijs waard. Au premier temps de la valse. Toute seule, tu souriant déjà. Au premier temps de la valse. Zeg het maar, pa. Moet het daarbij passen? Ja, dankjewel. Ja, daar zit wel wat bij. Deze. Ik heb jou sinds je fut niet meer in pak gezien. Wat is dat voor receptie? Oh, gewoon. Gewoon wat? 25-jarig huwelijksfeest. Oh. Ken ik iemand? Nee, je kent er niet. Zet je even koffie? Zo. Het zal wel gezellig worden. Ja. Geachte heer, ik ben een weduwe van middelbare leeftijd, net als u, ook op zoek naar gezelschap. Vandaar dat ik toch heb besloten op uw advertentie te reageren. Ik ben een vrouw van 55, sportief en eenvoudig. Mijn trefwoorden zijn boswandelingen, Franse chansons, jazz, niet roken. Maar dit alles zou ik liever... Ik wil niet dat je mijn post leest. Wat is dit voor stiekem gedoe? Waarom heb je mij daar niks over verteld? Receptie. Wil je stropdas terug? Nee, natuurlijk niet. Maar je hoeft er toch niet over te liegen? Jezus. Mama is nog geen 2 jaar dood en jij begint met contactadvertenties. Dat is nou precies waarom ik het je niet verteld heb. Wat is dat voor vrouw? Franse chansons en boswandelingen. Wat waren jouw trefwoorden? Nou, rode rozen? Die heb ik je anders nooit voor mama zien kopen. Ik kan me vergissen. Maar ik geloof niet dat mama en ik ons ooit hebben bemoeid met die Antoinette van jou. Dankjewel. Jullie zullen even moeten wachten, want het is erg druk. Een half uurtje. Zouden die mensen nou allemaal... Nou, het maakt het er niet minder vervelend om. Nee, maar wel iets minder stom. Maar zit die vrouw en moeder op het zoonkoor? Oh shit, ik wil hier weg. Laten we buiten gaan wachten. Nou, als jij denkt dat de tijd buiten sneller gaat, kunnen we niet iets gaan doen. Beter overdoen. Ik dacht dat volgend jaar nog jaar was je die op je rijbewijs krijgt. Je schrikt zo'n examinator er ook mee af, die moet je een beetje paaien. Misschien kan ik dat rijexamen toch beter niet aanvragen. Ik kan mijn geld beter besteden aan een kinderwagen. Je bent een natuurtalent als je het al na 20 lessen mag aanvragen. Ja. Yeah. Lachen.
Oh, kut. Ja, deze is wel leuk. Ja, maar ik denk niet dat we samen op je rijbewijs mogen staan. Ik vind dat soort advertenties gewoon banaal. Je kan toch niet zomaar 35 jaar huwelijk vergeten? Je denkt toch niet dat mama gewild zou hebben dat ik hier in mijn eentje zit weg te kwijnen? Wees blij dat je niet even hoeft te zorgen voor deze oude lul. Tja, maar rozen. Dat is toch alleen maar een herkenningsteken. Bovendien, ik vind het wel spannend ook. Als die mevrouw zo sportief is, dan moet je misschien helemaal geen stropdas dragen. Ja hoor. Ja, gewoon. Een sportieve trui. Ja, het is wel goed. Dat betuttel bewaar je maar voor je eigen kind. Nou, mag ik je dan nog wel even koffie inschenken? Thomas, waar gaan jullie eigenlijk heen? Misschien kan ik je wel even brengen. Nee, dat hoeft echt niet. Thomas, als je dan zo nodig advies wil geven, dan moet je toch kunnen begrijpen dat ik geen zin heb om in die dikke auto van jou daar te komen aanzetten. Bij een vrouw met trefwoord boswandelingen. Nee. Ga wel op de brommer. Op de brommer? Ja. En dat vind jij stijlvol? Ja, vind ik stijlvol. Karakter? Avontuurlijk. Hier. Moet je nog meer van betreffen worden weten? Nee hoor, dat is heel gebruikelijk de tweede maand. Maak je maar geen zorgen. Ja hoor. Tot ziens. Zien jullie het kleuren? Het lijkt me nou wel dat er genoeg tijd voorbij is. Ik zie ook geen kleur. En je voelde je misselijk. Ja. Nou, Marieke. Je kunt er wel over tijd zijn, maar zwanger ben je niet, hoor. Het zal er geen teleurstelling zijn, veronderstel ik? Of wil je die nog bewaren? Nee. Het kan zijn dat jullie niet lang genoeg gewacht hebben, hoor. De eerste minuutjes zijn die streepjes altijd gekleurd. Maar nog iets heel anders. Jullie hebben toch wel van veilig vrijen gehoord? Zal ik er even iets over meegeven? Nee. Blijf nog heel even zitten. Ja, nou, we hebben een beetje haast. Sorry. Vergeet jullie niet te betalen aan de balie? Ja. Wil je dat nooit meer doen? Wat? Zo in paniek raken. In paniek raken? Alsof jij zo cool bleef. Je hebt die test gewoon niet goed gedaan. Test niet goed gedaan? Maar kleurde echt hoor, ik ben niet gek. Nee, maar wel een paniekzaaier. Je hebt gewoon niet lang genoeg gewacht. Ja, dat komt omdat mijn moeder op de deur stond te bonken. Je moeder? Je moeder. Altijd je moeder. Ik had nog in mijn bed kunnen liggen. Ach god. Dan ga maar lekker in je nest liggen hoor, ego-tripper. Je ons nou zien. We zouden blij moeten zijn. Ja. En toch ben ik nog een beetje misselijk. Ja, omdat we niet hebben ontbeten. Pannenkoeken. We gaan pannenkoeken eten in de Lage Vuursche. Om te vieren dat we onze eerste crisis hebben overleefd. Oké. Amerikaans ontbijt. Moet het daarbij passen? Ja, dankjewel. Ja, daar zit wel wat bij. Deze. Ik heb jou sinds je fut niet meer in pak gezien. Wat is dat voor receptie? Oh, gewoon. Gewoon wat? 25 jaar huwelijksfeest. Oh. Ken ik iemand? Nee, je kent er niemand. Zet je even koffie? Zo. Het zal wel gezellig worden. Huh? Ja.
Geachte heer, ik ben een weduwe van middelbare leeftijd, net als u, ook op zoek naar gezelschap. Vandaar dat ik toch heb besloten op uw advertentie te reageren. Ik ben een vrouw van 55, sportief en eenvoudig. Mijn trefwoorden zijn boswandelingen, Franse chansons, jazz, niet roken. Maar dit alles zou ik liever... Ik liever niet dat je mijn post leest. Wat is dit voor stiekem gedoe? Waarom heb je mij daar niks over verteld? Receptie. Wil je stropdas terug? Nee, natuurlijk niet. Maar je hoeft er toch niet over te liegen? Jezus. Mama is nog geen 2 jaar dood en jij begint met contactadvertenties. Dat is nou precies waarom ik het je niet verteld heb. Wat is dat voor vrouw? Franse chansons en boswandelingen. Wat waren jouw trefwoorden? Nou, rode rozen? Die heb ik jou anders nooit voor mama zien kopen. Ik kan me vergissen. Maar ik geloof niet dat mama en ik ons ooit hebben bemoeid met die Antoinette van jou. Dankjewel. Jullie zullen even moeten wachten, want het is erg druk. Een half uurtje. Zouden die mensen nou allemaal... Nou, het maakt het er niet minder vervelend om. Nee, maar wel iets minder stom. Oh, shit. Even kijken. Volgens mij zit die vrouw bij mijn moeder op het zonk. Oh, shit. Ik wil hier weg. Laten we buiten gaan wachten. Maar als jij denkt dat de tijd buiten sneller gaat... kunnen we niet iets gaan doen. Mag ik je dan nog wel even koffie inschenken? Trouwens, waar gaan jullie eigenlijk heen? Misschien kan ik je wel even brengen. Nee, dat hoeft echt niet. Trouwens, als je dan zo nodig advies wil geven, dan moet je toch kunnen begrijpen dat ik geen zin heb om in die dikke auto van jou daar te komen aanzetten. Bij een vrouw met trefwoord boswandelingen. Nee, ga wel op de brommer. Op de brommer? Ja. En dat vind jij stijlvol? Ja, vind ik stijlvol. Karakter. Avontuurlijk. Hier. Moet je nog meer van betreffen worden weten? Nee hoor, dat is heel gebruikelijk de tweede maand. Maak je maar geen zorgen. Ja hoor. Tot ziens. Zien jullie het kleuren? Het lijkt me nou wel dat er genoeg tijd voorbij is. Ik zie ook geen kleur. En je voelde je misselijk. Ja. Nou, Marieke. Je kunt er wel over tijd zijn, maar zwanger ben je niet, hoor. Zal er geen teleurstelling zijn, veronderstel ik? Of wil je die nog bewaren? Nee. Het kan zijn dat jullie niet lang genoeg gewacht hebben, hoor. De eerste minuutjes zijn die streepjes altijd gekleurd. Maar nog iets heel anders. Jullie hebben toch wel van veilig vrijen gehoord? Zal ik er even iets over meegeven? Nee. Blijf nog heel even zitten. Ja, nou, we hebben een beetje haast. Sorry. Vergeet jullie niet te betalen aan de balie? Ja! Wil je dat nooit meer doen? Wat? Zo in paniek raken. In paniek raken? Alsof jij zo cool bleef. Je hebt die test gewoon niet goed gedaan. Test niet goed gedaan? Maar kleurde echt hoor, ik ben niet gek. Nee, maar wel een paniekzaaier. Je hebt gewoon niet lang genoeg gewacht. Ja, dat komt omdat mijn moeder op de deur stond te bonken. Je moeder? Je moeder. Altijd je moeder. Ik had nog in mijn bed kunnen liggen. Ach god. Dan ga maar lekker in je nest liggen hoor, ego-tripper. Ons nou zien. Ja. We zouden blij moeten zijn. Ja. En toch ben ik nog een beetje misselijk. Ja, dat we niet hebben ontbeten. Wordt meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden.
Marieke. Marieke, schiet je even op. Ja. Komt van die chili con carne, denk ik. Ja, schiet nou maar op. Ik wil nog even slapen. Ja. Je hoeft niet door te trekken. Zeker geen twee keer. Zonde van het water. Waarom ben je al zo vroeg op? Om bij het afspraak met Joost. Nee, ik ben wel heel serieus met het joch. Joost Sikking en Marieke Geus kennen elkaar bijna een half jaar. Ze wonen allebei nog bij hun ouders thuis in Den Dolder. Vlakbij Den Dolder ligt Lage Vuursche, omringd door de bossen. Voor een heleboel mensen uit de omgeving van Lage Vuursche is het een heerlijke plek om te gaan pannenkoeken eten na een flinke boswandeling. Zo ook voor Joost en Marieke. In deze aflevering van 12 steden, 13 ongelukken maken we ook kennis met Albert Veenstra. Voor het eerst sinds lange tijd is hij weer eens terug in Lage Vuursche. Voor een bijzondere gelegenheid. Joost! 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 Hé, ik voel me net Romeo, maar weet je hoe laat het is? Gisteren tot 3 uur achter de tap gestaan. Ik vind het wel heel romantisch van je. Joost, kom even naar beneden. Kom jij lekker hier? Ik moet je het vertellen. Wat is er met je? Ik ben zwanger. Wat? Zwanger? Ja. Zwanger? Ja, zwanger ja. Hoe kan dat nou? Oh, zo 5 dagen over tijd. Hé, maar als je hem doorgespoeld hebt, heb je de uitslag dan wel gezien? Nee, wacht, 6 dagen. Nee. Dat ding kleurde en toen trok ik hem door en toen kwam mijn moeder. 6 dagen. Oh. Zullen we dan niet eerst eens even naar een dokter gaan? Ja, maar niet naar onze dokter. Zijn jongens, fijn dat jullie al koffie hebben gezet. Pap, mogen we je auto even lenen? We willen gaan ontbijten in Hilversum. En ik mag zeker niet mee. Nou ja, het is goed. Maar om 1 uur heb ik hem nodig, dus dan moet je hem weer terug. Hey, Bauerboy met papa. Ik heb een vraagje voor je. Heb jij misschien een stropdas voor mij? Voor bij een blauw pak, een beetje modern. Genoeg. Waar is het voor? Voor een receptie. Mijn ouders vermoorden me als ze dit horen. Ze horen het niet. Wij vertellen het niet en zo'n arts die mag het niet vertellen. Ik ben ook echt een beetje misselijk. Ik kan ook van het autorijden komen. De. Je hebt je licht niet aan. Je kan altijd beter lichten voeren. Jij koudt ook alleen maar na wat die re-instructeurs je influisteren. Wil jij eerst je rijbewijs maken? Au premier temps de la valse. Toute seule, tu souriant déjà. Au premier temps de la valse. Zeg het maar, pa. Moet het daarbij passen? Ja, dankjewel. Ja, daar zit wel wat bij. Deze. Ik heb jou sinds je fut niet meer in pak gezien. Wat is dat voor receptie? Oh, gewoon. Gewoon wat? 25 jaar huwelijksfeest. Oh. Ken ik iemand? Nee, je kent er niemand. Zet je even koffie?